Aan de Wilhelmstrasse staat tussen de Niederkirchnerstrasse en de Leipzigerstrasse een enorm kantoorgebouw met meer dan 2000 kamers. Het heeft een oneindig lange gevel die door zijn rijen gelijkvormige ramen een ongezellig en intimiderend karakter heeft. Het was in 1935 het eerste grote gebouw van het naziregime. En dit, dames en heren, is nu het Finansministerium. Het ministerie van Financiën van het Herenigde Duitsland. Het gebouw heeft een bewogen geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog, de Russische bezetting, de DDR en het Herenigde Duitsland komen hier op een spectaculaire wijze samen. In 1935 gaf Hermann Göring de architect Ernst Zagewiel opdracht om een monumentaal gebouw te ontwerpen. Uiteraard met een door de nazi's zo geliefde martiale uitstraling. In dit Rijksluftfahrtministerium ontwerp Göring zijn plannen om Europa vanuit de lucht te onderwerpen en Rotterdam en het Engelse Coventry te bombarderen. Zoals we weten is het, godzijdank, anders afgelopen. Na de oorlog lag Berlijn in puin, maar dit gebouw had weinig schade opgelopen. Nou ja, dat weinig is dan wel relatief ten opzichte van de totale vernietiging van veel andere gebouwen. De Russen gebruikten vanaf 1945 het gebouw voor de militaire bewindvoerders en de economische commissie. Op 7 oktober 1949 werd hier de DDR uitgeroepen en het gebouw kreeg nog wat later de functie van Haus der Ministerien, de machtscentrale van de DDR. Een fel realistische, maar prachtige wandschildering herinnert nu nog aan de glorietijd van het DDR-communisme. Het was in dit gebouw dat Walter Ulbricht in juni 1961, 2 maanden van tevoren, op een persconferentie ontkende dat de DDR van plan was een muur op te richten. In augustus 1961 kwam de muur er vlak langs te lopen. Het stuk muur langs de Niederkirchnerstrasse, een van de weinige resterende stukken, heeft inmiddels de monumentenstatus gekregen. Na de herenering van de beide Duitslanden werd het gebouw van 1991 tot 1995 gebruikt door de Treuhandanstalt, de organisatie die de privatisering van de voormalige Oost-Duitse staatsbedrijven in goede banen moest leiden. Sinds 1999 is het ministerie van Financiën hier gevestigd. Toen na de hereniging Berlijn weer de nieuwe hoofdstad van Duitsland werd, moesten alle ministeries verhuizen van Bonn naar Berlijn. En juist het ministerie van Financiën had erop aangedrongen, uit financiële overwegingen uiteraard, dat in Berlijn zoveel mogelijk bestaande overheidsgebouwen gebruikt moesten worden. Tot zijn grote afschuw ontkwam de toenmalige minister van Financiën, Klaus Kinkel, er niet aan het goede voorbeeld te geven door achter deze nazi-gevel te gaan zitten. Dat was toen. Nu gaat Die Welt een groot aantal dagen op boven het gebouw. En inmiddels heeft iedereen er vrede mee dat het gebouw is wat het is. Men heeft ontdekt dat het gebouw toffe stijl heeft en op een bepaalde manier zelfs mooi is te noemen. Het is waar, het herinnert aan de nazi-tijd. Maar ook dat is een onderdeel van het verleden waar Duitsland niet aan kan en ook niet wil ontsnappen. Tegenwoordig heet het gebouw het Detlef Rohwederhaus, naar de leider van de Treuhand die vermoord werd door linkse terroristen.